Welkom op het tweede badmintoncongres van Badminton Nederland. In een zeer fraai complex, het Klooster in Amersfoort, komen zo'n 100 enthousiaste verenigingsbestuurders en belangstellenden uit het hele land bijeen om zich te laten boeien, inspireren en motiveren om badminton sterker en aantrekkelijker te maken. Onderwerpen die vandaag de revue passeren zijn onder andere het project Besturen met een Visie, het verleiden van nieuwe leden op internet en een zeepkistensessie, waarin een aantal verenigingen hun succesverhalen komen delen. Van twee opgenomen van de zaal van de leren kennen. Van volgend jaar moet je daar iets van. Voor 30 euro? Ja, doe maar, zei ze. Waarom moet je dan weer laten? Het besturen met een visie is een traject dat wordt aangeboden bij Badminton Nederland via het Veilig Sportklimaat. Dat betekent drie avonden waarin bestuurders eigenlijk leren wat besturen is. En we gaan eigenlijk in met hun op een stip op de horizon plaatsen waar ze de komende jaren aan kunnen gaan werken. En het mooiste is de kennisdeling. Als verenigingen met elkaar gaan praten over wat ze zelf aan problemen tegenkomen. Nou, die combinatie samen, die maakt eigenlijk dat het hele mooie en inspirerende avonden zijn. Het badmintoncongres is het evenement voor de verenigingsbestuurders. Het is een zeer interactieve dag waarbij verenigingsmensen met elkaar kunnen netwerken en hun ervaringen met andere verenigingen kunnen delen. Ja, je ziet ook weer nieuwe mensen die in een totaal andere omgeving ook ja, tegen dezelfde problemen aanlopen. En ja, daar een oplossing voor hebben waarvan je kunt denken van ja god, misschien is er bij ons ook wel iets mee te doen. Het enthousiasme en de passie waar die mensen daar verhaal mee vertellen en de successen die ze daarna mee boeken, dat is toch eigenlijk een geweldig voorbeeld voor de rest van de vereniging. Het was heel erg verhelderend en heel veel mensen hebben echt antwoord gekregen op mijn vraag ook. En dat ja, herken ik ook wel, maar dat is eigenlijk ook goed te horen waar het ook dan echt gelukt is, die verhalen, dat je dat ook ziet. Ja, leuke mensen, sportieve mensen, enthousiaste mensen. De mensen genieten er echt van. En dat kom je vandaag overal wel tegen bij iedereen. Vernieuwen, anders denken, anders doen. Ja. Maar ik vond het een zeer geslaagde dag, voor mij betreft. En zeker voor de herhaling vatbaar. Maar ik zou het inderdaad iedereen aanraden om, ja, om hier te komen. Zeker voor de idee op te doen en kijken hoe het elders is. Geweldige dag. Badminton leeft, denk ik.